Ja, dat is wel leuk. Klein dingetje doen. Ja, en je hebt oranje bakkenbaarden, zie ik. Dat is nieuw. Dat heb ik vorige keer niet gezien. Nee, dit is een beetje patriotisme in het land een beetje weer op te krikken. Oké, mooi zo. Hey, jullie hebben coaching gehad. Van wie hebben jullie coaching gehad? Ja, een meneer met dreadlocks die ging als coachen van de Bazooka's. Dus dat was super vet. En hij maakte toffe muziek en hij had leuke dingetjes om te zeggen. Hebben we het een en ander mee gedaan. Dus dit gaat stukken beter worden dan de vorige keer. Ja, de jury was vorige keer wel aardig enthousiast. Ja, de vorige keer was het ook wel goed, toch? Nu weer nog beter. Ga voor de 10+ en nou een keer ook voor die winst, hè? Ja, we gaan ervoor. Nou, geef ze een groot applaus, de Hunkemellers! Thank you.
Come on, guys. Are you gonna sing with me? Maar ja, jij hebt gewoon een hele goede stem en dan ben je ook nog eens zo ontzettend grappig. Maar heel de band is meegegaan. Ja, ik ben er ook bij. En daarbij wil ik zeker aan onze, aan de kleinste dame op het podium echt mijn enorme complimenten geven. Want wat een verschil met... Verschil? Met de vorige keer. Echt heel erg. Extra R. Wat is dat? De extra R, verschil. Maakt het een slecht teken. De extra... Wat? Ik was alleen daar, dus waarschijnlijk was het van de kloof. Ja, nee, ik hoor jou ook niet, joh. Ah, dan ga je. Hou van je. Ik sta er. Het is een raar gesprek. Maar goed, ga verder. Nee, ik vond het wel erg tof. Ik merk wel, als je zegt, hè, rock en roll. Ik merkte dat ik af en toe een klein beetje zat te wachten. Zo van, nou gaat hij echt helemaal los. Bijvoorbeeld met de drums, ja, maar je zit hartstikke lekker te drummen, maar je bent wel heel voorzichtig, hè? Dus het je zorgt dat het heel strak is, maar je mag, god ja. En hij heeft zo'n goede snor, man. Ja. Ga los hoor. Ja, dat zit wel snor ik hier. Oh, leuk. Ja. Niveau ligt hoog. Had ik iemand anders antwoord? Jamal, ja. Ja. Ik heb ook wat dingetjes opgeschreven. Ik vind in ieder geval hetzelfde over haar. Je stond er vorige keer een beetje rustigjes bij. Het ging nou al een stukje losser. Ik vind jullie hele act sowieso is beter dan de vorige keer. Jammer dat Jack er even uit klapte. Misschien had je hem er al in moeten pluggen en gewoon doorspelen. Maar dat ligt aan jou wat jij wil natuurlijk. Ja, ik vind jou top, man. Ik vind het, als je overkomt, dan heb ik al... Oh ja, daar zijn we weer. Dat ding op zijn kop. Dus dat is... Ja, ik vind het cool, dat is prachtig. Speelde ook strak. Ik vond het echt een goede vooruitgang. Met de vorige keer zeker. Mooi. Dankjewel. Randy Moeke! Yeah! Eigenlijk een beetje hetzelfde wat hun zeggen. Ik vond het, de muziek, jullie spelen heel goed. Ik vond het echt heel mooi. En het enige wat ik echt verwachtte, nog een beetje die actie. Nog een beetje meer actie erbij. Ja, dus je mag nog meer losgaan, jongens. Actie of nog actie? Meer? Actie. Wat jullie willen, actie. Okay. Dus nog meer op die knieën, want dat zag je net al ja. Zo. Ja, dat begon goed. Ja, dat is goed. Mogen jullie allemaal doen dan? Iedereen mag losgaan. Laatste tip. Nou, hartstikke goed. Volgens mij was het wel
weer iets om tevreden over te zijn, of niet? Ja, ja, zeker. Mooi zo. Nou, die snoer zit mooi geplakt, jongens. Ga even lekker nagenieten. En dan, wie weet, winnen jullie een keer, jongens. Dat zou toch zo fijn zijn, hè? Zo, en welverdiend. Geef ze nog even een applaus. Ja, dan gaan we meteen door. En ook nog even leuk om te zeggen dat rap heeft Eike hier.